Want dat is wat we gaan doen met Hans Ekman, de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik vraag je zo om jezelf even voor te stellen, dus als jij iets super origineels bedenkt, stel ik ondertussen mijzelf even voor. Ik ben dus Jelle en ik zat hier 11 jaar geleden ben ik hier van school gegaan. Dus ik ben nu 28 en in de tussentijd ben ik gemeenteraadslid geworden in Korendijk, hier ten westen van Oud-Beijerland. En ik werk inmiddels als belastingadviseur hier in Oud-Beijerland voor mezelf. En ja, de lol is dit soort dingen. Want het mooiste van de politiek vind ik om lekker te debatteren. En dat is dus ook wat we dadelijk hier gaan doen aan de hand van een aantal stellingen. Dat doen we een beetje op zo'n college-tour-achtige manier. Hans, mag ik jou vragen om jezelf kort voor te stellen? Doet hij het trouwens? Als ik het zo hoor, dan ook makkelijk. Ik ben Hans Ekman, ik woon in Utrecht. Daar ben ik niet weg te branden, maar ik ben geboren in Zevenhuizen, aan de andere kant van Rotterdam. Een kleine plattelandsgemeente. Ik moest altijd vrij ver fietsen. En ik zit ook altijd tegen mijn kinderen te zeggen, want die gaan nu naar de middelbare school. De oudste doet nu, op dit moment, wiskunde B-examen. Dus die is natuurlijk hartstikke zenuwachtig, maar ik zal vanavond horen hoe ze het heeft gedaan. Maar dat die maar een klein stukje hoeft te fietsen, want die wonen lekker in de stad vlakbij de school. Mijn jongste zoontje zit nog op de basisschool. En een andere dochter die zit nu in de tweede klas van de middelbare school. Zit ook in zo'n soort school, in de brede scholengemeenschap. Daar hebben ze bewust voor gekozen. En daar ben ik zelf heel trots op. Ik heb zelf niet de opleidingen gehaald die mijn dochters halen. Die zijn veel slimmer dan wat ik ben. Ik heb gestapeld, ouderwets, MAVO, HAVO, VWO. Dat is zeg maar mijn schoolcarrière. Ik ben van jongs af aan eigenlijk wel opgevoed met een politiek bewustzijn thuis. Dus zo ben ik erin gerold. En dan vanuit besef vooral gelijke kansen. Dat was bij ons thuis heel belangrijk. Mijn ouders hadden haast geen geld. Mijn vader was dood toen ik 1 was. En mijn moeder stond er alleen voor. En voor ons was het belangrijk dat ieder kind uit welk nest dan ook dezelfde kansen kreeg om iets van zijn leven te maken. Maar dat is waarom ik hier sta. Ik ben heel benieuwd naar jullie opvattingen en om met jullie het gesprek uit te gaan. We gaan dus debatteren. En ik geef jullie even een korte toelichting op de opzet. En die was ook voor mij nieuw, want deze opzet is een combinatie tussen, mevrouw Beverwijk, corrigeer me als ik het goed of verkeerd zeg, de Pechakucha, mijn Japans is goed, en de elevator pitch. En die Pechakucha, dat is dus eigenlijk een heel korte presentatie, waarin de slides heel snel achter elkaar doorgaan om eigenlijk kort een onderwerp te introduceren. En collega-fractievoorzitters van mij uit Doeksemaart, Jan Maarten Dank en Iwan Badu, die gaan dat zo meteen doen, bij 3 onderwerpen, 3 stellingen. En die moeten er dus rap doorheen. En je kan van mij op aan dat ik ook zal zorgen dat ze dat doen. En dan gaan ze dus heel kort dat onderwerp introduceren. Ze eindigen met een stelling. En dan gaan we eerst eens even polsen wat zo out of the blue jullie idee is bij die stelling. Dus daarvoor ook de groene en die rode kaartjes. Nee, mijn naam is dus Jan Maarten Dank. Ik ben fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid-fractie in de gemeente Binnenmaas. En ik mag, omdat politiek is toch een hobby. Een van onze collega's kon helaas niet aanwezig zijn. Die had wel zijn ding voorbereid. Dus die moest op zijn werk zijn. Dus ik heb de eer om 2 onderwerpen in te leiden. Dat moest snel, hebben we gehoord tegen mevrouw Beverwijk. Dus wij geven vol gas. Eerst politiek dichtbij. Lokale politiek doet ertoe. Als we kijken naar politiek. Dat lijkt vaak ver weg, hè, voor mensen. We zien het vaak in de krant, je hoort het om je heen of via aanraken. En ja, dan zijn die fokken en sukkers, die doen het dan altijd erg goed. Fokken en sukkers hebben het moeilijk in de kroeg. Dat doen de hoge heren in Den Haag een beetje onspaargeld gaan. Er zijn veel te veel politieke partijen in Nederland wat erg onduidelijk is. Laten we maar naar 2 partijen gaan, hoef ook niet al die ingewikkelde coalities te vormen. Wie is er voor met het groene kaartje en wie is er tegen met het rode kaartje? Het is geen CDA-congres, daar is het al ingewikkeld, hier gaat dat gewoon heel makkelijk. Kan niet even iemand een kaartje omhoog steken? Kijk, jij blijft. Dat is mooi. Heel goed. In principe mogen er minder partijen zijn, maar 2 is gewoon veel te weinig. Want het gaat niet alleen maar om links en rechts, maar ook progressief, conservatief. Zo nog heel veel andere dingen, standpunten die heel anders zijn. Daardoor zijn 2 partijen gewoon veel te weinig. Dus om het een beetje genuanceerder te maken eigenlijk. Is dat slim? Ja, ik weet niet of ik naar de Partij van de Arbeid moet, of naar GroenLinks, of naar de SP, of naar D66, want het is allemaal ongeveer links. En dan soms een beetje rechts, en allemaal in je blok. Nou, een mooi linksblok. Is dat niet veel handiger? Nou ja, het is inderdaad ergens wel zo.
inderdaad, het zou inderdaad wel kunnen, maar dan krijg je inderdaad weer wat je hebt met dat tweede appelstelsel. Dan krijg je onderling weer confrontaties. En ja, dat, zoals meneer Hans al zegt, dat werkt niet. Want dat zie je niet. Ik ben nog redelijk ouderwets. Ik ben 50, dus dat zijn jullie ook waarschijnlijk al behoorlijk bejaard. Althans in de ogen van mijn dochters wel. En zeker qua gedrag, want die zijn op sociale media, zij zijn veel sneller, rapper. Standpunten gaan sneller, het gaat scherper. Dus het tempo van nu in de politiek, ten opzichte van tempo in de jaren 70 bijvoorbeeld, want ik spreek soms ook met oud-gedienden bij ons, is echt gigantisch. Toen was het qua papier, en kwamen er aktentasjes en alleen wel op papier verplaatst, en dan tijd in beslag. En wat ik wel zou willen, is dat met de snelheid en de mogelijkheden die er zijn, dat er weer iets meer geduld is in de politieke besluitvorming. En proberen echt elkaar iets beter te begrijpen in wat de ander nou echt vindt. Want ik vind soms dat de politiek zo boos is naar elkaar, dat geeft ook buiten een heel slecht voorbeeld. Dat is mijn opvatting. Maar ja, nou zitten wij bij de Partij van de Arbeid, met de VVD in de coalitie. Mensen die hebben gestemd op ons verkiezingsprogramma, waarin hele duidelijke uitgangspunten staan. En dat zitten we nu een beetje te verkwanselen met die rechtse VVD'ers. Zijn dat nou de compromissen waar dan die stemmers van ons gelukkig van worden? Is dat nou de bedoeling, denk je? Nee, vast niet. Daar ben ik zeker van niet. Kijk, heel veel mensen die met verkiezingen gestemd hebben, hebben altijd een verwachting privé in hun hoofd. En alleen de uitkomst zo in Nederland is, voor iedereen die kan tellen, dat kunnen jullie allemaal als deze school, dat je voor de meerderheid hebt die 70 zetels nodig. Nou, als er dan in de uitslag iets gebeurt, zoals de vorige keer, 38 zetels voor de Partij van de Arbeid, 41 voor de VVD, en voor de rest zijn het allemaal kleine partijen ertussen, is er soms bijna geen andere optie dan het toch met elkaar te doen. En ik vind, eerlijk gezegd persoonlijk, dat je dat ook met elkaar verplicht bent en aan een woord verplicht bent. Of mensen er nou chagrijnig van worden of niet. Of je moet gelijk weer naar de stembus doen. Maar ja, je bent toch verplicht dat voor ons geldt dan ook nog eens als wij zijn van de verzorgingsstaat, daar zijn we ooit voor opgericht, de Partij van Arbeid, dat betekent onderwijs voor iedereen, zorg voor iedereen, sociale zekerheid voor iedereen, dat een verzorgingsstaat die niet onderhouden wordt, die houdt op te bestaan. Want we gaan kijken of er ondanks die geluiden van net toch nog iets veranderd is in het stemgedrag van jullie. Wie zou er toch voor dat twee partijen stelsel zijn? Dat is dan de groene kaart. En wie zou er tegen dat twee partijen stelsel zijn? Zou het toch leuk zijn als... Ik heb echt mijn best gedaan om een beetje wat te organiseren, jongens. Dat is jammer niet. Oké, duidelijk. Gaan we dan wat dichter bij huis zoeken, Jelle. Leefbaarheid in Hoekse Waard. Focus op de toekomst. Ja, hoe ziet Hoekse Waard er eigenlijk uit? We hebben te maken met 14 dorpen. En nou ja, daar schrik ik zelfs af en toe ook van. En 29 buurtschappen. Waarvan sommigen ertussen zitten waar jullie wellicht zelf nog nooit van bestaan hadden gehoord. Ja, voorzieningen in al die buurtschappen, dorpen en gemeentes. Dat is natuurlijk waar het over gaat. Maar daar moeten wel keuzes voor worden gemaakt. En dan kom ik met de volgende stelling. Zorg en voorzieningen moeten in elk dorp goed zijn. Nou, en nou hoop ik toch dat we iets te pakken hebben waar nog net een beetje meer verschil bestaat. Want ja, dat is natuurlijk onbetaalbaar. Al die dorpen, als die allemaal al die voorzieningen moeten houden, dan wordt het een dure val. Maar goed, dat heeft dan ook wel weer zijn waarde. Wie is er voor die stelling en wie is er tegen? Ah, kijk, dit biedt perspectief. Ik heb bijgenoten om kleine schooltjes, basisscholen open te houden in dorpen. Omdat ik vind dat een tijdje de overheid te gemakkelijk voorzieningen heeft gesloten. Of het nou een bibliotheek is, of een school is. Ik heb hier nog nergens verslaan, want mensen betalen ook belasting. Ja, ik heb wel. Ik vind het juist best wel goed dat er voorzieningen zijn, zeker in het zwaar. Natuurlijk wel genoeg zijn, maar niet in elk dorp. Want ik denk dat dat juist voor eenheid zorgt. Dat je, als ik naar de bibliotheek wil, dat ik naar Wisseland moet fietsen. Omdat je dan de dorpen meer met elkaar betrekt, in plaats van dat je per dorp zelf al alle voorzieningen hebt. Mm-hmm. Bij voetbalverenigingen of bij culturele verenigingen, dus ik zoek ook een beetje met jullie waar zit dan de grens. Zelf persoonlijk. Ja, ik wil het natuurlijk in elk dorp. En ook ja. Nou, laten we die dorpen in het midden van de lijst houden. Hè. Dat, nou, dan krijg je alle grote dorpen die er zijn, een stuk of 15, zo'n beetje een luxe aardgokje. Is dat wat we het zeggen?
Er staat in principe dat de zorg en voorziening in elk dorp goed moeten zijn, maar er staat in principe niet dat er in elk dorp een voorziening moet staan. Dus zolang het inderdaad goed bereikbaar is, dan moet dat inderdaad wel. Dan hoeft het niet per se in elk dorp te zijn. Wat zou jij een voorziening vinden die een beetje nodig is om een dorp leuk en levendig te houden, die eigenlijk wel cruciaal is? Is ook wel moeilijk. Dat is ook wel een beetje de twijfel van de lokale politiek. Ik kan iemand daar wat over zeggen. Wat nou? Moet er nog een sportvereniging zijn of is het daarvoor ook al wel goed dat je paard ook verder vies? En mensen die veel werk hebben, hebben ook niet alle tijd om even dat stukje wat juist zo gezellig en wat mensen met elkaar betrekt, die hebben die tijd niet meer. Want Nederland is een werkland en iedereen heeft het altijd hartstikke druk. En die mensen hebben tijd niet meer voor om een stukje te reizen. En willen het gewoon dicht bij huis hebben. Ja, anders stel die linkse sociale cohesie, die bestaat er helemaal niet meer. Nee, die bestaat wel. Er zijn heel veel gemeenschappen met een hele hechte band met elkaar. Dus ik ben daar best wel optimistisch voor. Alleen, als het commercieel niet te dragen is van een winkelier om ergens een winkel te hebben, dan gaat het dicht. En wat het moeilijk is, dat zie ik zelfs in mijn eigen stad in Utrecht. Maar ik zie het ook op het platteland, want dat ken ik wel goed. Dat soms zeggen mensen wel, ik wil graag een winkel in mijn eigen dorp. Maar ze gaan dan zelf niet naar die winkel voor de grote boodschappen. Die halen ze dan ergens anders. En dan voor de restjes gaan ze naar die winkel hier in het dorp. Ja, daar blijft die winkel niet van open. En dus dat moeten we ook met elkaar willen. Maar de stelling was natuurlijk, vind je het belangrijk dat die voorzieningen goed zijn? En vind je dat zo belangrijk dat je er ook desnoods ook geld voor over hebt? Persoonlijk vind ik het helemaal niet erg belasting te betalen. Ik heb het hartstikke goed. We hebben thuis met z'n allen goed. Vier dorpen, die hebben een bibliotheek. En al die vier dorpen stellen eigenlijk niet zo gek veel voor. Dat kost best wel veel geld. Ik geloof dat ik denk dat de gemiddelde bibliotheek in ons dorp kost de gemeente rond 40.000-50.000 euro. Dat is wel een serieus bedrag. Daar kan ik even andere dingen voor doen. Zeker al vier. Zijn dat nou dingen die we nog nodig hebben in die vier dorpen? Nou ja, ze moeten wel voor iedereen bereikbaar zijn, die bibliotheken. Dus één bibliotheek uit een bepaald dorp kan wel weg, maar dan moeten die mensen van dat dorp wel nog naar een andere bibliotheek, want iedereen heeft recht op toegang tot de bibliotheek. Ja. Toch, het kaasboer telt niet mee, de bakker ook niet, want dat zijn commerciële winkels, hè, dus dat komt niet vanuit gemeenschapsgeld. Dus het gaat om andere voorzieningen, als sportvereniging, een bibliotheek, een zwembad, dat soort zaken, scholen. In puntenzoek heb je naast elkaar heb je drie scholen staan, heel dicht op elkaar. Dus als een van die scholen dan weggaat en je maakt één iets groter, dat scheelt ook weer geld. Zijn basisscholen? Ja. Zou het moeite zijn om die dan samen te voegen, of is het juist wel, misschien een beetje van al die verschillende partijen uit, toch wel nuttig dat die scholen ook toch wel naast elkaar bestaan? Ik denk dat vooral de ouders het niet leuk gaan vinden als er ook maar één school is. Dat zij natuurlijk wel het geloof mee willen brengen aan hun kinderen. Alleen ik denk dat het wel goed is voor de kinderen zelf, omdat je daardoor de kinderen meer met elkaar ook betrekt. Wat ik heel erg had, is dat de christelijke basisschool en de openbare basisschool bijna altijd ruzie hadden op straat. Nou ja, niet echt ruzie, maar natuurlijk voor kinderen. Omdat ze anders waren, dat kregen ze mee. En ik denk dat dat voor de kinderen echt wel goed is om met elkaar te mengen. Waar ze gemeenten een beetje mee bezig zijn, dus dat is een prachtige afsluiting. We hebben het trouwens niet gehad over belasting betalen. Nee. Ik snap nooit wat nou mensen hebben tegen belasting betalen. Nee, ja, ik vertelde in de inleiding. Er is voldoende over om van te leven. Dus dat is er dan mis mee. Toch? Ik probeer het mensen wel eens uit te leggen in de spreekkamer. Ik ben belastingadviseur, maar het is bijna niet goed, kan ik je verzekeren. Nee, maar ze kunnen het fascineren. Want uiteindelijk willen we belasting betalen. Is er ook zo'n school, wordt er les gegeven, zijn de docenten. Ik bedoel, dezelfde lantaarnpalen, dat vind ik dan niet het allerbelangrijkste in het leven. Ik vind het belangrijk dat dit soort plekken zijn. Belastingen en meer voorzieningen, heel kort gezegd, of minder belastingen en minder voorzieningen. Als ik in de minder, wordt het wel een tricky presentatie trouwens. Maar... dat blijft wel redelijk 50-50 geloof ik. Misschien toch iets meer mensen zeggen, al die voorzieningen hoeft ook niet per se. Oké. Ivan Madu, de fractievoorzitter van Arbeiderland van de Partij van de Arbeid. Jij gaat... Dankjewel, Jelle. Mijn naam is Ivan Madu en ik wil het vandaag met jullie hebben over windmolens. Duurzame energie in relatie tot windmolens. Ik ken de school, mijn twee kinderen zijn hier op school geweest. In het dagelijks leven werk ik in Den Haag. En ik geef één keer per week, ben ik leraar op een hbo-instelling, daar geef ik bedrijfskunde. En dus als jullie pech hebben, komen jullie me straks nog een keer weer tegen. Goed.
De doelstelling van de Partij van de Arbeid is in 2050 moet Nederland een volledige duurzame energievoorziening hebben. Dus in 2050 moeten we helemaal volledig duurzame energie produceren. En daarmee volledig onafhankelijk zijn van olie en aardgas. En dit kabinet, het huidige kabinet, heeft zich ten doel gesteld om in 2020 voor 16% afhankelijk te zijn van duurzame energie. En onze stelling is, daar komt die. De doelstelling van de Partij van de Arbeid op het gebied van windenergie zijn te ambitieus. We gaan het niet halen. En het is niet realistisch. En we moeten meer tijd uittrekken voor het behalen van de doelstelling. Wie vindt dat een realistische doelstelling? En wie zegt, nou, dat zal zo vaak niet hebben. Realistisch is dan vroeg. En wie denkt dat wordt niks, die mag wel rood omhoog steken. Wie het wil halen, wie denkt dat het gaat, steekt de groene op. En wie denkt dat wordt helemaal niks, de rode kaart. De meeste mensen voelen toch wel voor die doelstelling. Wat denk je, Hans? Is dat een beetje realistisch? Want ik stap daar gewoon weer in de auto en ja, die is toch echt op benzine gewoon. Denk je dat we dat gaan halen? Ik hoop dat, want ik denk eigenlijk ook wel verplicht zijn om te doen. Ja, ik denk als je in zo'n korte tijd zoveel energie daaruit wil halen, dat dat heel veel geld gaat kosten en ook heel veel ruimte. Ik wil ook wel eens met mijn oma, want die is nu dood, maar vroeger, die was uit 1881, want ik ben een nakomeling van een nakomeling. En die heeft die eerste technische revoluties gezien. Ja, dat was een openbaring. En in het tempo van heb ik jou daar. Wij kunnen als mensen echt heel veel als we maar met z'n allen willen. Ik wil ook heel graag dat het allemaal met windenergie beter gaat. Dat meerdere mensen erover na gaan denken. Maar ik denk dat het wel heel moeilijk wordt. Natuurlijk is het dan goed om een doelstelling te hebben. Zodat mensen zich er bewust van worden en er misschien meer over na gaan denken. Maar ik denk dat er ook nog best wel veel mensen stug blijven en toch gewoon door blijven leven. En denken, nou ja, als ik er niet meer ben, dan maakt het me eigenlijk toch niet zoveel meer uit wat er dan op de, van de rest van de wereld over is. Dus ik denk dat het wel moeilijk wordt. Zeker, maar het is altijd het moeilijkste in de politiek, maar sowieso in het leven, er zijn gevestigde belangen. En jij wil iets veranderen, dus jij wil die gevestigde belangen, wil je meekrijgen of breken. Eén van de twee, en dat vinden mensen meestal niet leuk. He, dus ik vond het ook bij het begin best slik, hè, als mijn dochters zeiden, ja maar we willen vegetarisch eten, vond ik best, want ik eet echt graag vlees. Maar ja, uiteindelijk, ze hebben wel me overtuigd, en ons overtuigd, Jan, mijn jongste zoon, die is dan ook weer leidend voorwerp erin, die doet druk aan mee, dus je kan elkaar wel overtuigen, maar je moet een beetje inboeten van je eigen gelijk en je eigen gewoontes. He, dus ik rijd best veel auto, ik zal dat gedrag moeten aanpassen op de een of andere manier. Ik moet toestaan dat er achter mijn huis ineens gesproken wordt dat er een windmolen wordt gebouwd. Ik was overigens de enige in mijn buurt die daarvoor was. En de rest was allemaal tegen, want die zei, ja, het komt wel erg dicht bij ons huis. Ja, we moeten een beetje inwerken. Je kan het niet allemaal hebben. Wie vindt dat de overheid daar dan ook echt een rol in heeft? Want iemand die zei het net al even, Mark Rutte die roept, die windturbines, die draaien op wind, die draaien op subsidie. Er gaan allerlei subsidie naar de turbines om ze maar te laten draaien, dan krijgen wij die duurzame energie. Moeten we het niet net doen als bij die bakker van daarnet? Als die bakker genoeg klanten heeft, ja, dan blijft hij in het dorp. Heeft hij te weinig klanten, respect voor de bakker, dan kan hij weg. Is dat ook niet een beetje zo met duurzame energie? Dat op het moment dat dat nou economisch gewoon rendabel is, nou, dat is mooi, dan is dat zeker een betere optie. Maar moeten wij daar nou geld in stoppen? Nou, windmolens draaien niet alleen uit economisch standpunt, ze draaien ook uit ecologisch standpunt. Daarom vind ik dat er in zekere mate subsidie voor moet zijn. Tegen. Het is soms te veel. Ze moeten niet, als het echt niet rendabel meer is, dan vind ik dat het ook echt ja, niet moeten doen. Dat is gewoon te duur. Dan moeten we naar een betere oplossing. Ja, ik vind geen onzin, maar ik vind het wel heel moeilijk om een mening over te hebben. Want je weet natuurlijk niet precies wat de kosten zijn van windmolens en gewoon de energie die het oplevert. Je weet niet hoe nuttig het is eigenlijk bij, want wij krijgen daar geen voorlichting van op school of zo. Of op school. Dus ik vind het best moeilijk om daar een echt standpunt op te hebben. Nou, over de precieze kosten kan ik me dat ook voorstellen hoor. Alleen je krijgt misschien wel mee dat het gas dat uit de bodem haalde in Groningen, jarenlang, levert daar aardbevingen op, veel ellende, dus dat moet minder worden. Overal, wereldwijd, krijg je waarschijnlijk ook mee dat de hoeveelheid ja,
fossiele brandstof is gewoon afgenomen en is eindig. Dus er moeten alternatieven ontwikkeld worden. Ik bedoel, dat in zoverre krijgt denk ik volgens mij iedereen mee. Dan uiteindelijk moet je dat weer op zo'n kostenefficiënt mogelijke manier doen, vind ik, als je er overheidsgeld in doet. Maar dan blijft het in de discussie over, is er overheidsgeld voor nodig, ja of nee? En vind je het belangrijk dat de omslag gemaakt wordt, ja of nee? Nou, die twee dingen moet je dan vervolgens sturen vanuit politiek, vind ik. Ik denk dat de overheid niet alleen zeg maar moet supporten dat er zuinige energie wordt geproduceerd of groene energie, maar ook dat ze kijken naar hoe er minder energie verbruikt kan worden, want er wordt nog steeds heel veel energie verspild. En ik snap niet bijvoorbeeld waarom het openbaar vervoer nog steeds zo duur is, want als dat goedkoper zou zijn, dat zou enorm schelen, dat is gewoon een stuk zuiniger. Dus dat soort dingen komen. Maar het probleem in mijn ogen is ook niet zozeer de kosten. Want op een gegeven moment geloof ik ook dat dat groene energie van windmolens, dat gaat op een gegeven moment wel winstgevend worden. Het is nu misschien een beetje doorbijten, maar uiteindelijk levert het wat op. Sowieso voor onze natuur, ons milieu. Maar het probleem is denk ik opofferingsgezindheid. Want ik vind het ook hartstikke prima om windmolens te laten bouwen. En ik ben voor al die windmolens in bijvoorbeeld de Noordzee. Maar nu zijn ze van plan te bouwen op de Berenplaat. En dat is precies tegenover het spui waar ik mijn huis heb. Dus dan wordt zelfs het geluid nog gedragen door het water van het spui. En daar heb ik dan weer overlast van. Dus dan denk ik toch weer, dan liever niet. Maar ik snap dat ze in andere gebieden willen ze ook weer in de achtertuin. Dus ik denk dat dat het grootste probleem is. Utrecht of zo, dat zou heel geschikt zijn. Ja. Ja, dat zei ik, maar ik was de enige die daarvoor was. En overal zijn mensen tegen. Overigens scheelt het ook, er zijn ook gemeenschappen, dorpen, gehuchten die hun eigen windmolen hebben. Want ik ken ook boeren die zetten twee windmolens neer op hun land en die hoeven de rest van hun leven niet meer te werken en die gaan lekker in Spanje ergens zitten en die hebben de rest van hun leven vakantie. Want je verdient per molen op je land, verdienen ze ongeveer 1,5 ton per jaar. Moet je je voorstellen, hè? Dus als je dat als dorp, als gemeenschap doet en je doet dat, zeg maar, je zet dat in zo'n gehucht neer, je hebt er een coöperatie om waarvan die eigenaren jullie met elkaar zijn, kan je daarvan voorzieningen in stand houden. Dus je kan ook op een andere manier je economie gebruiken. Ja, dan heb je een beetje last van dat ding. Als je dat vindt, als je last hebt van dat geluid, maar je hebt ook profijt. Ja, dat is dan een extra afweging. En dat maakt het extra aantrekkelijk. Ja, daar komt net was van die meneer gaf de presentatie over dat ze in 2050 dan zeg maar compleet groene energie willen hebben. En dan vind ik een beetje vreemd waarom de stelling eigenlijk alleen maar windenergie. Want er zijn natuurlijk veel andere groene manieren inderdaad, zoals net ook al verteld werd. Maar waarom gaat de stelling bijvoorbeeld niet over dat? Want we zouden ook, gek gezegd, een zonneveld, een heel boerenland met zonnepanelen voor kunnen zetten. Dat ziet niemand. Ik denk dat jij gelijk hebt. Alleen met windenergie gaat het niet werken, dus je moet meerdere vormen van groene energie hebben. Klopt. En er zijn ook tuinders die boren nu naar aardwarmte. Dat schijnt heel ingewikkeld te zijn, sommige van jullie misschien. Die Bertha zei meer persoon van nog dan ik heb. Maar als je precies goed boort, dan kan je ook de aardwarmte komen. Dat is een vrij onuitputtelijke bron. Maar dan moet je precies boren. Eén zo'n boring kost volgens mij 1,5 miljoen euro. Dus je moet precies de grond bestuderen waar je dan moet boren. Want als je misboort, dan ben je wel 1,5 miljoen euro kwijt. Maar als je goed boort, heb je heel lang heel veel energie. Dus sommige tuinders maken daar al gebruik van. Dus je moet heel veel vorm hebben. Dat ben ik niet. Misschien toch nog een beetje over dat punt wat jij aangaf, hè? Die opofferingsgezindheid. Want dan kan ik namelijk vanmiddag ook nog naar huis met een goede tip. Want ik vertelde net al, ik kom uit Korendijk en daar hebben we dus inderdaad een boer die wil graag 5 windturbines neerzetten. En de twee dorpen die daarbij liggen, Nieuw-Waarland en Pierzeel, die komen allemaal in opstand. Want dat geeft geluidsoverlast, staat super dicht bij de kern. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat sommige mensen er helemaal geen last van hebben. Maar anderen er ook gewoon heel ziek van kunnen worden. Is dat dan nog wel een goede optie, die windenergie? Of gaat die opofferingsgezindheid misschien wel erg ver? Ja, ik ben zelf zeer voor die coöperatievorm. Waar niet alleen die ene boer dan profiteert van 5 keer de inkomsten van die windmolen. Maar waar de hele gemeenschap dat doet. Anders is het makkelijk, want die boer die verhuist. Dus die gaat ergens wonen waar hij niet naar die dingen hoeft te kijken, waar hij niet het geluid hoeft aan te horen. Die kan zeg maar voor zijn kinderen, zijn kinderskinderen en zijn kinderskinderen ook alvast een huis kopen.
En jullie zitten met de lenden. Dat vind ik niet eerlijk. Dus ik ben voor die coöperatievorm waarbij je met als gemeenschap profiteert. Waarom ook? Omdat ik wil dat dit een grote omslag in ons land wordt. En dat gaat alleen maar gebeuren als we niet het idee hebben dat alleen maar een enkeling profiteert, maar waar we met z'n allen profiteren. Ja, ik denk wel dat mensen die het er niet mooi uit kunnen zien, die moeten ook wel nadenken over dat bijvoorbeeld niet-zuivere energie, dat koolcentraal en zo, dat ziet er ook niet mooi uit. En als je zoals in China bijvoorbeeld ziet, die luchtvervuiling, dat ziet er ook niet mooi uit. Dus dan heb je liever een windmolen voor je neus dan dat. Ik ben dat met jou eens, maar bij mij in de buurt, de mensen die, we hebben steeds meer mensen met elektrische auto's. Alle mensen met elektrische auto's waren ook tegen die windmolens. En die elektrische auto, waarom hadden ze die? Hebben ze die? Ja, voor belastingvoordeel. Ja. He, dus er zit altijd ook zoiets in de mensen. En als je daarmee geen rekening houdt, dan komt het volgens mij ook niet voor elkaar. Dus we moeten rekening houden met hoe we nou eenmaal zijn. En dat zal bij ons heel erg gericht zijn op ons eigen belang. Dus je moet zelf overtuigen van het algemeen belang, maar je moet ook kijken aanvullend. Is er nog een eigen belang in te halen? Nou, dat is dus een coöperatie-idee. Ik hoop op de wereld die jij beschrijft, maar ik denk dat die nog niet bestaat. Ik zou deze stelling ook willen afsluiten en dan nog 5 minuten willen pakken om nu je de top bent even te kijken of er vragen zijn uit de zaal aan jou. Want misschien zijn die er ook wel en gewoon helemaal los van alle onderwerpen die wij bedacht hebben. Maar misschien willen jullie wel dingen weten van Hans. Eerst nog even stellen. Wie vindt het nog steeds heel belangrijk dat we dat doel gaan halen, dat de overheid daar geld in stopt? Dat is wel redelijk groen. Ja, een beetje rood. Oh, en jullie hebben fans van iemand. Dat is ook leuk om te horen. Oh, die meneer van Goede Eeuw, al die witmodus. Oh, ja. Zijn er van jullie dingen die je zou willen vragen aan Hans over wat hij doet, over de Partij van de Arbeid, over het kabinet, over weet ik wat? Ja, u staat hier tegenover voor jongeren wat je allemaal kan doen, zeg maar, in hoek zwaars. Dat is nu heel weinig geworden, vooral doordat de alcoholleeftijd omlaag is gegaan. Omhoog is gegaan. Ja. En daardoor kan je nu bijna nergens meer heen, maar wat denkt u dat we daar kunnen doen? Zeiden jullie eerder hè, dat er bij mij in de partij ook soms standpunten zijn die ik zelf heel moeilijk vind en dit vond ik er één van. Dat komt omdat ik zelf, toen ik jonger was, misschien wel heel onverstandig was, maar ik dronk gewoon veel te jong. En vind ik het dus heel moeilijk om nu tegen jongeren te zeggen, jullie mogen dat eigenlijk niet. Dus dat vond ik zelf een heel moeilijk standpunt. Los daarvan kan je wel heel veel plezier hebben, denk ik, met elkaar. Dat zie ik ook wel bij jonge mensen van nu. Maar dan moeten er ook culturele voorzieningen zijn waar je wat kan doen. Dus ik zag net een Pink Floyd t-shirt. Ik ging vroeger altijd naar concerten toe. Dat vond ik belangrijk. En er waren kleine jongerenpodia waar dan concerten werden gegeven of waar oefenruimtes waren. Ik vind het belangrijk dat jonge mensen dat soort plekken hebben. Waar ze een beetje eigen baas zijn, waar ze het gewoon gezellig kunnen maken. Even los van drinken. Maar u heeft het over concerten of andere soorten feesten. Maar vaak ligt die niet in klein dorp of ja, ik word in strijd. En dan zou ik vinden dat ik vast wel op een ander dorp kunnen zijn, voor de bijland. En dan ga ik naar zo'n feest. En ik weet niet of u het weet, maar ik moet de laatste bus om mijn club weer terug te pakken. Want dan ga ik nog bussen weer. En hoe ver zou het fietsen zijn? Het is 20 kilometer. Dat is best ver. Ja, dat is best ver. Voor de nacht dan. En dan is het ook nog wel vijf met honderds, waar mensen misschien 200 euro bij kan. En dat is geen fijn idee. En zijn er hier nergens meer, zeg maar, op fietsomgeving, mensen, jongeren die zelf iets gestapt zijn? Want toen ik jong was, werden er gewoon allerlei van dat soort feesttenten, werden er gestart door jongeren zelf. Soms misschien in de boerderij van hun vader, soms werden er overal van dat soort plekken. Ik denk dat dorpen op zichzelf te klein zijn om echt zulke feesten. In Strijden hebben wij ook een vriend Koekman tegen, niet goed, groot genoeg om een heel feest te organiseren. Dus dan is het toch gauw in het dorp met elkaar. Ja, dan moet je wel weer vervoer hebben en dan moet je ook in de nacht terug kunnen. Ja. En zouden jullie het dan, maar daar moet dan wel belangstelling voor zijn, zouden jullie het interessant vinden om nachttaxis te regelen? Want dat kan soms ook. Dat is, alleen dan moeten jullie ook in beweging komen. Dat jullie zeggen, ja, dit vinden we zo belangrijk, dat maakt de leefbaarheid van dit gebied groter. Maar dan maak je ook een soort met
ja, een plan met elkaar van nou, dit willen we graag, dat zouden we willen, dat moet er dan voor geregeld worden. En daar hebben we wel over. We hebben echt onderweg pakken hand, want we gaan allemaal handen in de lucht. Nou ja, maar ik denk dat je gewoon uit wil gaan en soms ook even van thuis weg wil gaan, is gezond voor jonge mensen. Dat je niet constant onder het oog van je ouders zit, maar even ergens anders wat eruit kan zijn. Dat is fijn. En zeker ook naar muziek te luisteren die je ouders misschien afschrikken, vreselijk vinden. Ja, sowieso, dat probleem zou je best makkelijk kunnen oplossen als de nachtbus gewoon terugkomt. Want die was er wel, die is er geweest. Alleen we hebben een nieuw bedrijf gekregen voor de openbaar vervoer, dat was Connection. En daar zijn de nachtbussen meteen weggegaan. En sowieso, wat we zeiden. Maar wie maakte er niet gebruik van de nachtbus? Toch best wel veel dan. Dus jullie vinden dat wel een gemis. Wat hebben jullie gedaan om dat tegen te houden? Ja, we wisten het niet. Het was gewoon op een gegeven moment de nachtbus was weg en ik vraag wat we eraan konden doen. Ik heb dat meer mensen gevraagd. Die zeiden dat Facebookpagina met petities en zo bij. Nee, dat wordt niet echt. Nee, wat hebben de lokale fracties van ons? Ja, wacht! Van jullie hebben een onderwerp te pakken, joh. Ik kom al bijna niet inhouden. Maar die man met de camera, René Kramer is dat, die is heel fanatiek aan de slag geweest om een actie te beginnen op het moment dat Connection hier kwam rijden in plaats van Arriva, om een aantal buslijnen te herstellen, bijvoorbeeld naar de scholen in Avondtongen en in Barendrecht onder andere, maar ook vooral die nachtbus. En bij een aantal lokale fracties, we doen dat samen met CDA en STP in Korendijk en de Partij van de Arbeid, en ook weer de Partij van de Arbeid op Goeree Overvlak heen, proberen we dus om de provincie, die uiteindelijk bepaalt wie er gaat rijden, om die toch te bewegen om in ieder geval die nachtbussen en in ieder geval wat overstappen op Heinenoord, om die weer mogelijk te maken. En toevallig zijn wij vorige week denk ik nog bij de provincie geweest. Nou, je kent de politiek. Probeer een beetje te duwen en te trekken, maar echt heel veel beweging in die gedeputeerden zat er nog niet. Maar René heeft inmiddels een heel boek samengesteld met alle mogelijke klachten. En daar heeft hij toch wel van gezegd dat hij serieus gaat kijken of daar wat mee kan. En inmiddels hebben we ook vernomen dat de RET, de Rotterdamse busmaatschappij, wellicht overweegt om in het weekend wat lijnen richting Doekzemaart te laten gaan rijden. Dus dat zou wat kunnen schelen. Maar het is leuk dat jullie het roepen, want we zijn daar dus best wel fanatiek mee bezig. Maar dan is het wel fijn als iedereen dat van elkaar weet. Dan kan je het versterken. Ja, want ik denk als jullie nou zo ver zijn, dan zou het mooi zijn als jullie als jonge mensen die actie weer versterken. Hebben we een politieke partij, dus je doet niet voor één partij, maar je doet voor meerdere politieke partijen die daar helpen. Dan krijg je ook meer voor elkaar met de gedeputeerden, dus zo werkt het. Ja, en wij doen gewoon via social media. Dus als dit is, ik lees zelf geen krant, je zal uit van die krant gaan. Maar ik moet daar niet meer doen. Ja, we hebben het nu zeg maar alleen maar over het openbaar vervoer. Maar ik vind het zelf heel erg leuk om in het weekend weg te gaan. En ik mag ook van mijn ouders, laten dat ook toe. Alleen je ziet dat steeds meer voorzieningen voor jongeren gaan sluiten tot en met 18 door die alcoholwet. En ik ben zelf 16, maar ik wil wel nog steeds uitgaan. En mijn vrienden zijn soms ook 18 of ouder. Dus dan kan ik niet mee. En dat vind ik heel jammer, omdat ik het best wel nodig heb. Ik haal zeg maar mijn energie er ook uit om in het weekend wat leuks te gaan doen met vrienden. En dat hoeft niet eens per se met alcohol te zijn, maar ik mag er ook gewoon niet meer in. Dus het zou heel erg fijn zijn als daar iets aan gedaan wordt. De vraag, ouders je ook echt tegen? Ja, mijn ouders. Nee, niet jouw ouders, maar als je daar bij de ingang staat. Ja, daar staan we. Jongens houden ze vaak tegen dan meisjes. Ja, we hebben er zo vaak gebruikt voor. Oké, hier wel. Heb jij nog iets anders? Hoe denkt u erover over herindeling of versterkte samenwerking als het financieel goed gaat voor het zwart? Dat is weer een heel ander onderwerp, hè? Dat gaat over de herindeling. Ik vind het belangrijk dat politiek geen kip aan blijft. Dus ik hoop hartstikke, en daarvoor zitten ook al partijgenoten hier, dat we overal in iedere gemeenschap onze eigen volksvertegenwoordigers houden. Of nou één grote gemeente of zeg maar nog steeds aparte gemeenten zijn. Dat vind ik eigenlijk belangrijk van hoe wij als partij georganiseerd zijn. Belangrijker dan hoe het allemaal zeg maar bestuurlijk georganiseerd is. Hetzelfde in Utrecht. Ik vond het belangrijk dat in die grote stad, dat in iedere buurt, iedere wijk van PvdA zitten die aanspreekbaar zijn voor mensen in hun buurt en hun wijk. En zo zou dat hier ook moeten zijn in het beleid. Het is half vijf.
En je hebt nog een heel programma op Goede Overvlakken. En jullie hebben ongetwijfeld ook nog andere boeiende dingen te doen. Ik vond het ontzettend leuk dat we hier te gast mochten zijn op het Hoek Museum. En dat jullie zo van het liefst aan de deur komen. Hartelijk dank, ik vond het leuk.